Zo trekken we nog steeds door de wijde wereld in onze wiebelenwagen. Een clowntje en zijn vrouw. We geven voorstellingen in dorpen en stadjes en overal maken we de mensen aan het lachen. Overal gaat Pipo's zonnetje op. En soms komen we in een avontuur terecht. En dit keer gaan jullie zien de grootste, verste en vreemdste reis die Pipo ooit gemaakt heeft. Het begon zo. Tang! Hè? Tang! Oh, je mag helemaal niet schelden. Tang uit kist. Oh, die. Au. Alsjeblieft, Tang. Duurt het nog lang? Zaag. Is een zaag zoiets met die tanden? Hey, meneer, wat doe je nou? Je doet hem toch geen zeer, hè? Rolletje plakband. Rolletje plakband. Rolletje plakband. Zeg. Ja, kom met die rol. Meneer Garage, duurt het nog lang? Steeds maar niks. Zo, ik denk, Mameloe, dat we hier wel een klein beetje water voor Foefie en voor ons ezeltje nodig doen. Hallo, Astrid. Is hier niet Pipo? Jij bent Pipo! Hallo! Nee, nee, nee! Dat hangt hier wel! De bloemen! Nee, nou kijk, daar staat ie! Roze lakboot! Nou kijk, het doet me dat aan. Hoe is het met je? Hoe is het? Goed, het is goed. Alleen mijn odertjes een beetje schat. Dat we je zomaar ontmoeten hebben. Ja, maar een wonder, Mameloe, zo zeker geen wonder, Mameloe. Die wereld is zo rond als een pom, Mameloe. En er is overal wel eens een bommeltje. En dan lopen wij die kant op en zij op die kant op. Auw, zeg. Voorzichtig, Pipo. Is jouw auto een benenwagen geworden, pom? Nee, Pipo. Nee, ik was hier heel dichtbij, hè. En ineens ging mijn autootje gdung, gdung. Gdung, ja, en stop. Maar het was gelukkig vlak bij deze garage en... Aan het eind van deze benen zit een man die het kan. Oh, ja. Het beter repareren van mijn zieke autootje. Ja. Knie met je touw. Hij moet Aldo van alles hebben. Hij is heel geheimzinnig. Knie met je touw. Knie met je touw. Ja. Knie met je touw. Hallo. Klopt. Duurt het nog lang? Meneer Garage, duurt het nog lang? Paar minuutjes. Paar minuutjes. Oh, paar minuutjes. Paar minuutjes, Mameloe. Nou, kom. Dan gaan we er toch even lekker gezellig mee zitten. Ja, shit, want ik wil niet goed. Ja, maar waar? Dat is je bent toch wel gezellig. Ja, zo. Zo, Blom. Vertel eens gezellig. Zeg, waar zat je nou al die tijd, ja. Hè? Nou, ik was die kant uit. Een hele tijd. En dan was ik iets links... De zuiden van Ginder. Oeh, ja. Dan groeien van die mooie paarse bloemetjes langs de weg. Waren jullie er ook? Wij waren veel verder. Maar zeker, wij waren bij de links op rechts, bij de Kannemelkse weilanden. En toen... Oeh, is dat niet waar die lekkere patatfrietjes gooien? Die patatfrietjes, jazeker. Maar die waren net uitverkocht. Nou ja, is het nou uit, Mallert? Overal ben ik geweest, hè. Bij de koning van Chinapan. Oh, het was een aardige man. En in de kou ben ik geweest. Bij de Eskimo's. Altijd koud is. Ja. Nou ja, wij zijn eigenlijk ook overal geweest, hè. Want overal op de wereld zijn wel mensen die willen lachen. Dus... Lachen? Dat is waar ook. Wat? Ik heb het uitgevonden. Hoe zijn we het uitgevonden? Oh, maar dat is uitvindsel. Nog zeggen. Wat zou ze doen? Nou, oh, aan het lawaai te horen zoekt ze iets. Ja, oh, ze schijnt het gevonden te hebben. Ik vind het niet zo. Oh, wat is dat dan? Zo, dan moeten jullie eens kijken wat ik hier heb. Hè? Jullie denken een schepnetje. En weet je wat zo is? Nou? Dat is ook zo. Oh. Dat is leuk hoor. Het is een mooi netje hoor. Zeg maar, wat ga je ermee vangen? Lachen. Oh.
Lachen? Ja, ja. Zo moet Pipo nou een beetje gaan lachen. Nou, hé, hey, zeg. Meisje, doe het nog eens, Pipo, doe het nog eens. Ja, zeg, even een vraag namens Pipo's bijna afgeslagen denkhoofd, zeg. Waarom moet ik lachen? Nou, kijk. Pipo, ja. Die heeft een zonnetje. Ja. Nou, ik heb ook een zonnetje, dat is een familietrekje. Nou, Pipo, die heeft een denkhoofd, hè? Ja. En, nou, het is misschien een beetje verwaand, hoor, om het te zeggen, maar... Nou, ik heb het ook een beetje. Nou, zeg. Maar dat is belangrijk nieuws, hè? Wat enig, Plom. Zeg, heb je er al iets mee gedaan? Nou, nee. Ik wist toch niet dat ik het had? Maar ineens, hè? Hup, toen was het er. Opeens was... Hoep. Wat was het daar? Nou, die gedachte. En ik mag wel zeggen, het was een vreemde gedachte. Oh, wat leuk, zeg. Nou, nee, dat vond ik toen helemaal niet. Ik schrok me een hoedje. Nou, ik was het al helemaal niet gewend om gedachten te krijgen. Nee, en die eerste gedachte, nou, die was ook heel nieuw, hè? Die was, als je lachte... Waar blijft die lach dan? Als je lacht? Waar blijft die lach dan? Ja. Hoe bedoel je dat? Nou, ik bedoel zo, hè? Nee. Let op. Ja. Ik ga lachen. Ja, ga lachen. Daar heb ik gelachen, hè? Ja. Ik heb een lach gemaakt. Ja. Nou, waar is die lach nou? Nou, weg natuurlijk. Ja, hij is weg. Maar waar naartoe? Waar naartoe? Nou, niks, hij is opgelost. En dat geloof ik nou niet. Nee, je lacht toen niet zomaar voor niks. Stel je nou voor, gewoon, weg, lach. Dat zou toch zonde zijn? Nou, ik vind het erg moeilijk, hoor. Pipo, wat vind jij daarvan? Ja, mameloe, Pipo's denkhoofd draait op volle toer, hoor. Ja, Pipo, doe je mee? Ja, van mijn familie moet ik het hebben, hè? Als een lach, hè, nou iets is, hè, dan zou je dat natuurlijk moeten kunnen zien. Ja, ik vind het niet zo gek, hoor, die gedachte van jou, Plom. Nee, hè, nee. Pipo, wat denk je ervan? Nou, Pipo denkt, als een lach nou iets is, hè, er wordt gelachen, hè, ja? En die lach, die gaat zo samen, dat wordt een bolletje, die stijgt op, en dan hup, gaat die lach, hup. Ja. Zo de blauwe lucht in. Nou ja, Pipo, maar dat is toch onzin? Nee, het is geen onzin, nee. Ach, een lachen is lucht, dat weet iedereen. Pipo, gebruik je verstand. Ja, maar dat doen we nou juist. Mens moet nuchter blijven. Ja, dat zijn we toch? Ja, wacht, nou kijk, Mamelo heeft natuurlijk wel een klein beetje gelijk, hè. Het is onzin eigenlijk. Nee, Pipo, je was net op de goede weg. Hey, als je iets heel erg gelooft, hè, dan bestaat het echt. Ja, kijk, Pipo heeft natuurlijk wel een idee, hoor. Ja, Pipo, vertel gauw. Weet je hoe je wegvliegende lachen moet vangen? Nee, nou, ik niet, hè. Maar jij natuurlijk wel. Je moet ze achterna gaan. Met een raket. Ja, maar een raket? Dat heb ik toch niet? Maar ik wel. Ja, maar ik niet. Wat is dat? Hey, het is die meneer. Oh, die meneer in de benenman. Zeg. Hey, zeg. Hallo. Zie meneer. Oeh. Oh, daar komt ie. Oh. Goedemiddag. Dag. Een raket. Ja. Die heb ik wel. Ach. Dat zei ik. Goedemiddag. Poepietje, ga zien meneertje weg. Een raket. Dat kan toch niet? Ja, oh, komt ie weer. Wis en waarachtig wel, dame. En daarbij zelf geknutseld. Chapeau de flaps. Wat een eigenaardige man. Ja, schop die weer, mama. Pas op, hoor. Ik eigenaardig. Ja. Dat moet u nodig zeggen, dame. Kijk eens naar uw man met zijn opgeverfde gezicht. Opgeverfde gezicht? Nee, niet opgeverfde gezicht. Zeg, die garage, kom nou. Kom nou met die raket. Kom. Laat maar, hoor, die komt niet meer. Pipo, wat doen we nou? Een list. Wacht even. Ach, dit is natuurlijk onzin, hè? Dat iemand een zelfgemaakte raket zou kunnen maken. Nou ja, Pipo, hoe bedoel je dat nou? Nou, Mamelo, denk nou eens even in. Een zelfgemaakte raket, dat kan toch niemand? Die meneer, dat is een opschepper. Ja,
Of een leugenaar. Ja, wat? Ik een opschepper. Ja. Een leugenaar. Ja, meneertje. Rakettenwagen, maar dat kun je niet erin. Dat heb je duizenden leren volgen nodig. Weet je wat jij doet? Ga naar beroemde. Hey, zo, hou jij maar bij je automobieltjes een raket. Weet je wat wij doen? Wij gaan weg. Nee. Wacht. Ik moet nog wat zeggen. Wacht om even. Is mijn auto klaar? Ja, dame. Hij heeft alleen maar last van een vernauwing in de knerpkast. Zeg, wat jullie daarnet zeiden. Wat zeiden wij dan? Dat heb ik. Wat? Een vernauwing in de knerpkast. Ja, nee. Een raket. Een raket. Oh ja. Zelf geknutseld. Oh, en geloven we dat, mameloe? Nou, Pipo, jij mag het zeggen. Ik moet het door eerst zien. Met mijn eigen kijkogen, hoor. Nou, let jij dan maar eens op, clown. En daarbij zeg ik je nog dit. Dat had jij achter mij nog nooit gezocht. Nee, daar hadden we ook nog nooit gekeken. Nee, achter, ja, kom, hij is daar, hè, in mijn achtertuintje. Ja, ik doe, want daar. U hoort het toch niet voor de gek, hè, meneer? Hoe is het vandaag? Ja. Zine, maar zegt u maar Ben. Ben? Waarom? Omdat ik zo heet. Oh, Ben. Nou, dan zeggen we Ben. Zeg Ben, ik ben Pipo en dit is Mameloe en dit is... Oh, hij is al weg. Mameloe, ik heb een heleboel gehoord hoor, in mijn grote klantsleven. Hè? Maar dat ze een eigen gemaakte raket zouden kunnen maken... Kan best. We gaan kijken, kom mee. Oh. Wat is je bedrijf? Nou, wat vinden jullie ervan? Chapper de flapper, de worstenpotjes. Het is niet geliefd. Het is een echte kunstraket. Meneer, wat ben jij knap? Ja, moet je zien als ik me gewassen heb. Dat je dat gewoon maar maken kon, zeg. Gewoon met je eigen handen. Ja, het is natuurlijk wel leuk, hoor. Hè. Het is bij jou een echte raket. Het is natuurlijk heel anders, hè, meneer. Ja, die hebben van die trappen en zo. Ja, ik had geen trappen nodig, hoor. Een laddertje was genoeg. Oh. Ja, ik vind het enig voorwerp. Ja, dank. Maar u moet niet kwaad worden als ik het zeg, nee, hoor. Ik word niet kwaad. Nee. Nou, het lijkt een beetje op een kip, hè? Ja, dat is mama Lou wel. Dat vind ik nou goed. Huh? Dat is heel goed. Oh. Een 10 voor mama Lou. Oh. Ja, kijk, die raketten van tegenwoordig. Ja. Ach, die dingen zijn zo saai, ja. Zo gladjes. En daarbij komt nog wat. Ja. Waar ben ik dol op? Kip misschien? Ja, ik ben gek op kippen. Oh. Maar ik kan ze niet houden. Nee, want ik krijg last met de overburen. Ja. En toen dacht ik, geen kip, toch een kip. Ja. Nou, daar... Staat hij dus, hè? Nou, hij is toch wel kippig, hè? Nou. Ja. Ja. Nou, doe nou, hè? Doe. Ja. Wat vinden jullie nou van Benny's kunstbaan? Hoe heet hij? Ja. Aha. De Polo 1. Ik vind het een knap stukje huisvlees. Ja, nou, ik ook. Zeg, meneer, ik knutsel zelf ook wel een klein beetje. Ah. Zo met een toetertje, met een troebeltje. Maar dit vind ik andere kip. Raket. Toe, meneer Ben, ik ben toch zo nieuwsgierig hoe die er van binnen uitziet. Ja. Zouden we hem eens mogen zien? Ah, jullie willen binnenkijken? Ja? Maar dat kan, maar natuurlijk. Ja. Maar dan gaan wij samen toch, niet waar? Even opzij. Ja, ook wel, maar achter. Kijk, het is namelijk zo. Ik ben zo ontzettend blij dat iemand geïnteresseerd is in mijn raket. Kijk, ik heb het namelijk, voorzichtig voor het drempeltje. Oh, voorzichtig voor het drempeltje. Ja. Oh. Nou ja, zoiets had ik me helemaal niet voorgesteld, hè. Nee. Zo'n echte raket, hè, dat heb ik wel eens gezien op de televisie, hè. Daar hebben ze altijd iets van die grimstangetjes en die rare dingetjes. Maar dit, ik vind het hier wel leuk, ja. Ja, kijk, er is één ding, hè, waar die geleerde mensen niet aan gedacht hebben. Nee. Kijk, als zo'n man nou in de ruimte zuist, hè. Ja. Wat heeft hij dan nodig? Gezelligheid, knusheid. Ja. Hij wil zich thuis voelen. Oh, Pipo, kijk nou toch eens. Zo'n theeservies heb ik ook altijd willen hebben. Wacht eens even. Zo'n servies, maar als zo'n kipraket nou naar boven gaat, hè, dan gaat hij toch stuk? Probeer het maar. Wat? Bedoel je? Vallen. Nou, weet je het, weet je het zeker? Heel zeker. Ja, ik doe het hoor. Laat maar vallen. Ja, nou, dan gaat hij dan. Nou ja. Pipo, wat deed je nou? Nou, meneer zei toch... laat maar, dingen ze. Ja. Ja, kijk, hier gaat het stuk, hè. Maar daarboven, in de ruimte, is alles gewichtsloos. Blijft alles zweven. Ach.
Zeg, wat jammer, hè. Dat je dat nog nooit eens zal kunnen proberen. Nee. Nee. Hoe bedoelt u? Nou, deze kip die is toch zeker niet echt echt? Niet echt echt, maar deze is echt echt. Echt? Bedoelt u dat u ermee omhoog zou kunnen vliegen? Ja, ik bedoel... Ja, of niet? Misschien. Dat weet ik nog niet. Nou, meneer, een grapje is leuk, hoor. Maar dat kun je me toch niet wijsmaken. Want voor zo'n echte raket heb je een startmotor voor nodig. Precies. Ja. Maar wat is er nou nog belangrijker dan een startmotor? Nou, brandstof. Wat? Jij mag niet meer mee. Wat is er nou nu nog belangrijker dan een startmotor? Brandstof. Brandstof? Brandstof. Ja. Dame, let op. Ooit gehoord van atoomsplitsing? Ja. De atoomsplitsing, dat heeft Bibel wel eens gehoord. De A is het begin van alles, hè. Als je die splitst, dan komt er een atoomloze kracht vrij. En dan opeens, bloem, dikst, dan gaat die... Precies. Ja. Uitstekend, ja. Precies. Ja. Maar dan heb ik nog iets uitgevonden. Nog iets? Ja. Zelf gekweekt. Atoomsplit-erwten. Atoomsplit-erwten. Ja, atoomsplitten. Zeg, maar als je die erwten nou in je motor doet, draai je hem dan niet in de soep? Nee, mijn motor niet. Oh. Maar als je die ertjes nog hebt, waarom doe je het dan niet eens een keertje? Ja, maar kijk, ik heb die ertjes pas. En als het nou niet werkt, dan is al mijn werk voor niks geweest. Oh, nee, dat begrijp ja. Ik, zeg. Maar als je het nou zo doet, hè, wat zou er hier dan eerst moeten gebeuren? Oh, maar dat zal ik even uitleggen. Oh, ja? Kijk, dan stoppen we de erten in de brandstoftank. Ja, het is misschien niet echt een raket, hoor. Maar het is wel een kip. Ja, een kip moeten eten. En het ziet er, het zijn splitterten. En het zit er dus kippenvoer, dus... Ah, bij de snavel kan ik niet, dus ik gooi die maar in. Hé, Paulo? Is het lekker? Dus, we doen die erwten in de brandstoftank. Ja, nee, die zit daar, opzij, hè? Zit de gleuf. Oh, buiten. Ja. Kijk, en als ik dat daar nou zou durven, hè, dan zou ik daar die hendel over moeten halen. Deze hendel? Ja. Ja, kijk nou toch eens, jullie lopen door al die scherven. Meneer Zine, heeft u hier soms ergens een stoffer en blikje? Ja, in mijn keukentje, hè, hierachter. Achterop. Nou, dat moet ik dan hoog nodig even hebben. Ja. Kijk, mooi. Dan komt dat spul in die erwt, hè? En dan beginnen die erwten langzaam te gisten. Ja, maar dan zou die eerst die hendel zo moeten. Het is dus zo, hè, dat spul, dat zit daar nog steeds in die erwten, hè? En daardoor worden die erwten in een paar minuten rijp. Oh, ja. Dat begrijp ik. Rijp voor een splitsje en dan boem. Nou, niks te... Boem. Oh, nee. Er moet eerst nog een handeling verricht worden, hè? Ja, wat dan? Kom eens mee. Ja. Zie je die pomp? Deze pomp, ja, die zie je. Wat is die leuk, zeg. Het is precies een echt huis. Kijk, dat is namelijk een fietspomp. Geweldig. Ja, en als ik dat nou zou durven, hè? Dan zou ik hem omhoog doen. Omhoog? Ja, maar dat kan nou toch? Ja, natuurlijk, ja, want er zit toch geen brandstof in de tank. Gaan we echt vliegen? Nee, dame, want er zit geen brandstof in de tank. Zeg, luister nou, Ben, wat moet er nou verder gebeuren? Dat is eenvoudig, ja. Met volle kracht naar beneden. Wams! Ik heb hem anders net gevoerd, hoor. Oh, zij heeft hem weer gevoerd. Zeg, luister even, daar gaat hij dan, daar gaat hij. Ja. 1, 2... Zeg, maar wat moet hij dan eten? Erwten! Het is nee! Ja! Ze schrok! Plop, er gebeurt helemaal niks. Er moet eerst brandstof in die tank, zeg meneer. Ja, natuurlijk ook zo vast als een huis. Zolang er geen brandstof in die tank zit, gebeurt er niks. Wat zeg je nou? Wat heb je plot? Meneer, zou jij het heel erg vinden als er wel brandstof in zat? En hij deed het nou niet, die kipkroket, die raket? Ja, dat zou ik heel erg vinden. En zat je dan misschien de hele tijd met je hoofd in je handen?
Ja, zo zou ik kunnen zitten. En zou je misschien zelf niet meer eten van verdriet? Nee, zou ik niet meer kunnen. Oh, zou je misschien als helemaal niemand kijkt, zou je dan misschien zelfs huilen? Misschien zou ik zelf huilen. Wat is er? Je hebt toch niets? Ja, Pippa, ik ach, maar dan moet het toch eerst hier op deze knop gedrukt worden. Wacht eens even. Wat heb jij gedaan? Het is gevonden, Pippa, en ik heb maar dit is de echte startknop. Nee, wacht nou toch eventjes, Bloemwimmel. Wat heb je gedaan? Ik zit erin, Pippa, en nou doe je het niet. Nee, maar dan moet er eerst op deze knop. Niet doen. Ja, wel doen. Want er zit toch helemaal geen brandstof in de tank. En erbij is mijn knop in. Dus als ik... Ja! Hier volgt een extra bericht. Door alle grote sterrenwachten over de hele aarde is enige minuten geleden een onbekend vliegend voorwerp waargenomen dat zich met enorme snelheid van onze aarde af beweegt het onmetelijke heelal in. Nog in Amerika, nog in Rusland is iets bekend over een lancering. Alle geleerden zitten stom verbaasd achter hun verrekijkers. Wat voor vliegend voorwerp is dit? Waar komt het vandaan? Laatste nieuws. Het ruimteafluisterstation Palomalos in de staat Alaska heeft zojuist signalen opgevangen afkomstig van het onbekende ruimteschip.